Deze video gaat over variabelen vrijmaken bij wortelformules. In deze video ga ik je laten zien hoe je een variabele kunt vrijmaken bij een wortelformule en ik ga het uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Het voorbeeld zie je hier naast mij staan. De opdracht is maak t vrij bij n is 3 min 2 wortel t min 1. We moeten hier dus de t vrijmaken. En dat betekent dat we ervoor moeten zorgen dat die t in zijn eentje aan de linkerkant staat. Eigenlijk moeten we er gewoon voor zorgen dat de t op de plek van de n komt en dat de n met de getallen allemaal naar rechts gaat. Hoe kun je dat doen? Nou, ik vind het zelf prettig om altijd eerst gewoon even hier links en rechts om te draaien. Want dan staat die t in ieder geval alvast aan de linkerkant. En dan gaan we daarna kijken hoe we hem daar in zijn eentje kunnen krijgen. Dus we draaien links en rechts even om en dan krijg je dit. Aan de linkerkant krijg je 3 min 2 wortel t min 1. En aan de rechterkant krijg je die n. Nu willen we hier zo de wortel wegwerken. Maar je kunt de wortel pas wegwerken als die daar in zijn eentje staat. Dus we gaan nu eventjes de 3 naar de andere kant verplaatsen. Dan doe je daar min 3. Dus dan krijg je dit. Links hou je over min 2 wortel t min 1. Is n min 3. Nu gaan we die min die hier staat ook wegwerken. En dat doe je door allebei de kanten te delen door min 1. Nou, aan de linkerkant verdwijnt die min dan. Dus daar hou je over 2 wortel t min 1. En aan de rechterkant doe je alles keer min 1. n keer min 1 wordt min n. Die min 3 die wordt juist weer positief. Dus we hebben dan min n en 3. En het is handig om het dan even zo te noteren. Eerst schrijf je de 3 op en dan min n. Het is handig om het zo te doen, maar dat is wat makkelijker voor de volgende stap. We gaan namelijk zometeen kwadrateren. En dit is wat makkelijker te kwadrateren dan als je opschrijft min n plus 3. Maar het komt op hetzelfde neer. Ik vind dit wat handiger, dus daarom laat ik je het zo even zien. Normaal gesproken zou ik zeggen, we gaan nog niet kwadrateren. We gaan eerst nog even delen door 2. Alleen als je gaat delen door 2, dan krijg je hier allemaal breuken. En dat is niet zo handig, want als je daarna moet kwadrateren, dan levert dat best wel wat gedoe op. Dus ik vind het makkelijker om nu meteen te kwadrateren. En dat mag, want die 2 zit vast aan die wortel. Dus je kunt dit hele stuk gewoon kwadrateren. Moet je alleen die 2 niet vergeten ook te kwadrateren. Maar dat is verder prima. En dan doe je de andere kant ook in het kwadraat. Wat krijg je dan? Nou, we gaan eerst dit in het kwadraat doen. De 2 in het kwadraat, dat wordt 4. Dus je krijgt dan 4. Dan gaan we dat stukje met de wortel in het kwadraat doen. De wortel valt weg. Dus dan hou je over tussen haakjes t min 1. En ondertussen moet je de andere kant ook in het kwadraat doen. En dan is het handig om dat gewoon even met haakjes te noteren. Dus dan krijg je dit. Is tussen haakjes 3 min n in het kwadraat. Nu hebben we beide kanten gekwadrateerd en nu is het gewoon een kwestie van uitwerken. We gaan eerst eventjes aan deze kant het kwadraat uitwerken. En als je dat doet, dan moet je niet vergeten dat je eigenlijk drie stukjes achter elkaar hebt. Je krijgt namelijk dit. De linker die laat ik even zo. 4t min 1. En hier zo moet je het volgende doen. Je doet de 3 in het kwadraat. Dat wordt natuurlijk 9. Dus de 9 schrijf je op. Dan heb je 3 keer min n... Dat is min 3n. Maar dat heb je twee keer. Dat wordt dus min 6n. En je sluit af met min n in het kwadraat. En dat is plus n kwadraat. Dus hierachter komt nog plus n kwadraat. En dan zie je dat je aan de rechterkant drie dingetjes overhoudt. Wat ik heel vaak zie is dat mensen denken: oh, als ik dit uitwerk, dan mag ik zeggen: 3 kwadraat is 9. Min n kwadraat wordt plus n kwadraat. En dan ben ik klaar. Maar dat is niet waar. Je moet dat middenstuk ook niet vergeten. En dat middenstuk komt dus van 3 keer min n. Maar dat heb je twee keer achter elkaar. Dat wordt dus min 6n. Nou, nu hebben we dit. En we zijn al heel dicht bij het antwoord. We gaan nu even deze 4 wegwerken. Je kan zeggen: ik werk aan de linkerkant de haakjes uit. Maar dat kan ook wat sneller. Want je kan gewoon die hele rechterkant delen door 4. Dan hou je aan de linkerkant alleen maar t min 1 over. Dus dat wordt dan t min 1 is. En dan ga je gewoon die andere kant delen door 4. Nou, 9 gedeeld door 4, dan kun je 9 vierde opschrijven. Maar je kan ook zeggen 2 1 vierde, dat is wat netter. Dus dat wordt 2 1 vierde. Dan doen we hier min 6n gedeeld door 4. 6 gedeeld door 4 is anderhalf, dus dat wordt min anderhalf n. En tenslotte moet je ook die n kwadraat delen door 4. In plaats van gedeeld door 4 kun je keer. 1 vierde zeggen, dus dat wordt dan plus 1 vierde n in het kwadraat. Nu hebben we dit en dan zijn we heel dicht bij ons antwoord. Het enige wat we nog hoeven te doen is de min 1 naar de andere kant te verplaatsen. Dan krijg je t is. Nou die 1 tel je dan daarbij op. Dat wordt 3 1 vierde, dus 3 1 vierde min 1,5 n plus 1 vierde n in het kwadraat. Nu zie je dat het gelukt is om de t hier in zijn eentje te krijgen. De andere kant hebben we keurig uitgewerkt en nu hebben we dus het antwoord gevonden. Dus wat hebben we gezien? Je gaat dus beginnen met links en rechts omdraaien, dat maakt het wat overzichtelijk. Dan ben je de 3 naar de andere kant. Je gaat delen door min 1 en dan is het handig om dit gewoon even om te draaien, dat het zo wordt, want dat maakt het kwadrateren wat makkelijker. Dan hoef je niet per se te delen door 2. Je kan het in één keer kwadrateren, want dan wordt dat gewoon 4t-1. En aan de andere kant doe je dit in het kwadraat. En als je dat uitwerkt, eventueel met de papagaaibek, dan krijg je dit. Nou, dan ga je alles delen door 4. De min 1 gaat naar de andere kant. En dan heb je het antwoord gevonden. Zo kun je dus variabelen vrijmaken bij een wortelformule. En vond je dit nou een leuke video? Abonneer dan op mijn YouTube-kanaal. En als je meer video's over dit hoofdstuk wil zien, klik dan even hier, want dan kom je automatisch uit bij de afspeellijst. En doe je dit jaar toevallig eindexamen, doe dan mee aan mijn online examentraining. Meer informatie daarover vind je op mijn website. Klik even hier en dan kun je meteen met de training aan de slag. En dan zie ik je graag de volgende keer weer bij een nieuwe video van Math with Menno.